2-1 tegen Capelle, wie het verzinnen? Ja, uiteindelijk wel. Hè. We hadden 2 keer scoort, zij 1 keer. Ja, nou ja, maar zij is het wel. Hè. En hoe het algemeen, hebben we krijgen wat meer kansen gehad. Er waren net zoveel kansen, maar de kansen die er waren, die hier, nou, er waren toch een paar van bij ons. Dus ik denk wel dat het verzinnen is, ja. Ja, Hark Marse Boys hier, 4 wedstrijden op Riegen net vol hen. Een paar goede wedstrijden dat ik bij. Wie joert Ron het net al je geweldig, hè? Nee, ik zei ik wel. Van, nou ja, in het begin waren wij wel een beetje de underdog. Maar dat is nou net mijn saus. Ze komen nou, ik op een andere manier komen ze naar Justa. Van oké, Hark Marse Boys laatste 4 wedstrijden net vol hen. En de wij maakten nou ik punt, nee, want zij staan onder ons. Dus ja, dat wisten wij ook wel dat we zo'n wedstrijd zouden krijgen. Je stond op een andere manier de wedstrijd in, of een ander plan van te varen? Hoe is dat? Nee. Ik hoor vast om mijn eigen visie, hè? Wat we willen. Nou, dat is de les die ja, wie dat prima. Dus, en dat wie nou eigenlijk, ik zou Joren heel weinig fut. En we zijn redelijk gevaarlijk voorin. Ik vond voetbal net altijd even goed. Maar ja, er waren ik momenten waarin wij de wedstrijd wel beslissen konden. Met name naar die 1-0. Het is toch oors voetbal, denk ik. Met die oren instelling zoals Capelle hier nou komt. Hark Marse Boys, maar nou meer het initiatief nemen als bijvoorbeeld vorige week in Scheveningen en die week ervoor bij IJsselmeer volgens? Ja, zo weet ik wel een snelle voorhoede. Maar aan de andere kant, ze probeert Nick wel snel drukte Jan. Dat is eigenlijk een heel aardige ploeg. Hè? Dus het is altijd 50-50. Maar ik ben blij dat we die 3 punten nou hier in de bosk horen. Ja, weinig voordoen. Wat ging er ontvallen goed? Nou, vooral aan de linkerkant, Jorko van Heesel, de camera een paar keer heel goed langs. Aan de rugkant net altijd Matthijs, maar bij vlagen wie ik daar wel tevreden hoor. En 2-3 keer bij de voorzet, ja, krijg net, hè. Dus ja, of we dat nog verbeteren, dan ben we daar ook wat gevaarlijker in de voorzetten. Ja, Matthijs is een weekje uitlijn vanwege de blessure. Ja. Is dat helemaal bij de orde? Nou ja, wel, hij hier wat les van zijn hamstring, maar hij had de hele week getraind en had nou ik voetballen, dus ja, nog fitter misschien in wedstrijdritme, maar voor de rest is het prima. Het is wel een verschil, altijd op middenveld naar Drent. Het steeds verdedigen nou ik gewoon beter als die hele middenfase natuurlijk. Altijd een keer naar Drent, dan steeds het achterin goed. Ja, daar is gelijk aan Jens en Bart, maar ik onder boetenkant Jesse en Bjorn Joet. Ja, dat is niet volle beter. En dan schist ik dat ze wat vertrouwen krijgen. Hè. Ze speel je wat vaker, hè. We kunnen de basis wat langer steen litten, krijgen ze meer vertrouwen. En dat schist we wel. En Johnny, die had op het begin van het seizoen wat pintjes gewoon, net al die spelen. Die zit nou eigenlijk vers wel in, hè? Mooi assist bij 1-0. Nou ja, ik had Johnny de Vries hak erin zetten, omdat hij is heel balvast en hij liet eens beter voetballen. He? En ik vind nog net dat het er helemaal fit is. He? Daarom voetbalt hij nog steeds geen hele wedstrijd. Dus een jaloer of 24 minuten fatigue, dan haal je hem meestal al. En dan, nou, dat weet ik wel. He? Dus hij moet nog meer inhoud krijgen.